kosten nog moeite spaarden de Duitsers tijdens de oorlog bij de aanleg van verdedigingswerken. Wat er ook gebeurde, de geallieerden mochten geen vat krijgen op Hitlers Derde Rijk. Toen dat aan het eind van de oorlog toch leek te gebeuren, werd alles in opperste staat van paraatheid gebracht. Om een eventuele luchtlanding te voorkomen, lieten de Duitsers gebieden onder water lopen. Ook werden in allerijl nog een groot aantal verdedigingslinies aangelegd. Ook door Drenthe liep een verdedigingslinie. Dat was de zogenaamde Friesland Riegel. En die was gericht op een eventuele geallieerde aanval vanuit Friesland. Nou, overal in het landschap zijn nog sporen te zien van die Friesland Riegel. Zoals ook hier in Wittelte. Dit is een heel uniek type bunkertje. Er kon 1, maximaal 2 soldaten in liggen. En hier op deze betonring is nog het serienummer te zien. Namelijk 15. En met dit zogenaamde Duitse ledikant beginnen we onze zoektocht naar sporen van de Friesland Riegel in het Drentse landschap. Mijn gids is amateurhistoricus Jan Brugink. Van noord naar zuid, dwars door Nederland, lieten de Duitsers de Hollandstellung aanleggen. Het Drentse deel van deze verdedigingslinie werd de Friesland Riegel genoemd. Die liep voor een groot deel langs de Drentse hoofdvaart. Nou Jan, we zijn hier even flink aan het knutselen en aan het vreubelen geweest. Dit is de Friesland Riegel, hè? Moet ik het voorstellen. Ja. Kun je mij uitleggen hoe die precies in elkaar zat? Nou, ten eerste heb je dus hier de Drentse hoofdvaart. Ja. En dat was eigenlijk al een mooi object voor de verdedigingslinie. Ja. En er werden dus aan weerszijden van de Drentse hoofdvaart werden dus loopgraven aangelegd. Met zijvertakkingen, die je hier dus ook weer ziet. Oh ja. En er werden behalve loopgraven waren dus hier en daar dus ook bunkers gemaakt van beton of van aarde. En aan de oostelijke kant van de Drentse hoofdvaart had je een zogeheten tankval. En die bestond uit een dubbele linie. Voor de aanleg van de Friesland Riegel waren duizenden arbeiders nodig. Dwangarbeiders. Zij stonden onder leiding van de organisatie Todt, genoemd naar de Duitse minister van Bewapening en Munitie, Fritz Todt. Ook leden van de Nederlandse arbeidsdienst werden ingezet om te graven voor de organisatie Todt, oftewel OT. Henrik Ruiter uit Zuidvelde was 18 toen hij een oproep kreeg van de OT. Hier op het Witte Zand in Assen zijn de tankgrachten waaraan hij meewerkte nog zeer goed te zien. Wat moest u eigenlijk doen bij de OT? Nou, verschillende dingen. Toen wij opgeroepen werden, werden we hierheen gestuurd. En toen, het eerste was dat we hier in de tankgraaf bezig, zeg maar. Ja. En nou, er was een massa volk, hè, en het waren allemaal Norgers. En daar waren ook jongens bij van onze omgeving. Dus die kwamen den of vlucht bij elkaar en dan vormde je zo'n groep. En hoe, dan stond u echt mannetje aan mannetje, ja, te, ja, scheppen? Rug aan rug. Ja, zo'n beetje was. Jeet. En als je dan een beetje op de diepte kwam, dan stond er ook nog eens één, altijd nee, hè. Dan stond er ook nog eens één aan de kant en die nam de grond over en die hoorde het weg. Omdat het gat, dat ben nog een beetje diep, hè? Zo diep was? Ja, dat was hoor diep. Was er nou streng toezicht tijdens het werk? Nou ja, wel voor bewolking, maar of dat nog zo streng was, ach, dat kon ik ook niet zeggen. Maar toen maar, het was bang. Je voelt je niet happy, hè? En met zulke waren we ook, nee. Hier bij Hogesmeelde is nog goed te zien dat de loopgraven, oh, blijf even hangen, vaak werden gegraven in de zigzagvorm. Nou, waarom was dat nou? Nou, eigenlijk best logisch. Als er iemand van de vijand wist binnen te dringen in de loopgraaf, dan had hij, als hij recht zou zijn, natuurlijk alle kans om iedereen zo plat te schieten. En met die zigzag was dat wat moeilijker. Nou, ik heb hier een schep bij me en die is echt gebruikt door iemand, een lid van de Nederlandse arbeidsdienst. Hoe kun je dat nou zien? Er zaten koperen klinknageltjes in en die moesten ook goed opgepoetst worden. Misschien is hij hier wel gebruikt. Vooral vanuit de lucht kan de zigzagvorm van een loopgraaf goed worden waargenomen. Als de bodem te drassig was, zoals hier op het Balloerveld, werden loopgraven ook wel boven de grond aangelegd. En wederom voor de oplettende kijker in de zigzagvorm. Dit hier is ook nog een opvallend spoor van de Friesland Riegel. Het is wel ongelooflijk dat na al die jaren de wallen nog steeds deze hoogte hebben gehouden. Want dit was dus in de oorlog een onderkomen voor soldaten die hier de stellingen moesten bemannen.
Nou, en hier, dit was dus van binnen bekleed met palen. En ook van boven was het natuurlijk afgedekt. Een paar meter verderop zien we een soort gelijk onderkomen voor soldaten. En opnieuw ook weer een tankgracht. Jan Brugink legt mij uit wat de functie was van zo'n gracht. De tankgracht werkt als volgt. De tank komt er aanrijden. En als de chauffeur het op het laatste moment niet ziet, dan kiept de tank in de tankgracht met alle gevolgen van dien. Kan er op eigen kracht niet meer uit. Dus er moet die genie materiaal bij komen om de tank eruit te halen. Maar hadden de Duitsers nou succes met deze verdedigingsmethode? Nee, want de geallieerden, als hij dus werd gekruist de tankgracht, dan hadden ze dus de geallieerden er heel goed genie materiaal bij zich. En dan kwam er een bulldozer aan en die schoof dus met zijn grote blad gewoon een dam erin. Hoe is het eigenlijk afgelopen met de Friesland-Riegel? Militair gezien was het vrijwel nutteloos. Want hij was dus in de noord-zuidrichting aangelegd en de geallieerden kwamen uit de zuidoostelijke kant. En niet uit de westelijke kant, zoals de Duitsers dachten. Alle werk voor niks? Alle werk voor niks. Alle inspanning voor niks. Bloed, zweet en tranen voor niks. De bevrijding. Het einde van de oorlog. En ook bijna het einde van onze serie over sporen van de oorlog. Volgende week kunt u nog gaan kijken naar de laatste aflevering. En daarin besteden we aandacht aan de vele oorlogsmonumenten die in Drenthe zijn opgericht.